Burgerschap houdt in dat burgers het algemeen welzijn helpen bevorderen in een gemeenschap. Burgerschap heeft ook te maken met de plichten en rechten van de burger. Dit is de bewustwording die de studierichting Public Administration van de Andelecom Universiteit wil helpen brengen met de derde bestuurskundeweek die vandaag van start is gegaan. Het thema van dit jaar is burgerschap en burgerszin in Suriname. Individuele of collectieve verantwoordelijkheid. Ine Apapu, richtingscoördinator van de studierichting Public Administrations, zegt dat nagegaan moet worden hoe burgerschap de hedendaagse ontwikkelingen in het land kunnen beïnvloeden. Vele klagen over bijvoorbeeld de huidige sociaal-economische situatie. Maar kan ik, kan jij of kunnen wij hieraan een positieve bijdrage leveren om dit te veranderen? Hierover zal het gaan tijdens deze bestuurskundeweek. De antwoorden op deze vraag zullen niet eenvoudig te geven zijn. Maar wij willen tijdens deze bestuurskundeweek niet alleen de vraag stellen, maar ook een bijdrage leveren aan het beantwoorden hiervan. Het doel van deze week is om enerzijds de studierichting te profileren binnen de Surinaamse samenleving en anderzijds om de studenten kennis te laten maken met de praktijk van de Surinaamse publieke sector. De bestuurskundeweek werd geopend door de voorzitter van de Nationale Assemblée, Marine Spee. De DNA-voorzitter noemde de studenten van de opleiding de komende bestuurskundigen die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan het bestuur van het land. Laat me aangeven dat u uzelf onderschat als bestuurkundigen of aankomende en opkomende bestuurkundigen. U heeft een belangrijke rol in deze samenleving. De voorzitter heeft het net gezegd, in een land dat veel nog niet geregeld is. Ik zeg, in een land waar we aan het opbouwen zijn. Ja? En wanneer we opbouwen, dan zien we dingen waaraan we moeten werken. De studierichting Public Administration is een belangrijke actor binnen het openbaar bestuur. Studenten worden opgeleid om een bijdrage te kunnen leveren aan identificatie van maatschappelijke problemen op nationaal, regionaal en internationaal niveau en het aandragen van oplossingsmodellen op basis van onderzoek. In de bestuurskundeweek, die tot 8 maart duurt, wordt aandacht besteed aan actuele maatschappelijke kwesties.